Honderden vrijwilligers kwamen bij elkaar op Strijp S voor de jaarlijkse buurtpreventiedag. Met deze speciale bijeenkomst werden ze in het zonnetje gezet voor hun inzet. En dat is niet voor niets. De misdaadcijfers zijn flink gedaald sinds er buurtpreventieteams actief zijn. En je merkt wel dat steeds meer buurtbewoners zeggen van hey, je doet goed werk. En het valt natuurlijk wel op, omdat je met een hesje aanloopt. Buurtbewoners zijn daar blij mee. Als je kijkt, de misdaadcijfers in deze wijk dalen met 70-80% ongeveer sinds dat we actief zijn. Dus natuurlijk, daar merken de bewoners ook op en zijn natuurlijk wel blij mee. Ja, we zien langzaam, hè, en dat moet toch gebeuren, dat de burger van Eindhoven ook zelf de initiatief daarin neemt. Veiligheid is niet alleen van de gemeente en niet alleen van de politie, maar dat is zeker ook van de burger. En we merken nu wel inderdaad dat er een mindset komt dat ook de burger daar een hele belangrijke bijdrage in en ik denk ook een beetje in moet gaan leveren. Je merkt ook wel dat het wat rustiger in de buurt is geworden. En ook qua wat je ziet naar de inbraakcijfers is ook een stuk rustiger. De vrijwilligers krijgen eerst een training. Daarna gaan ze met een herkenbaar hesje en zaklamp de straat op. Er zijn dan zo'n 35 buurtpreventieteams in Eindhoven actief. Je loopt rond en je signaleert. En als je de cursus gevolgd hebt, dan word je zelf alert gemaakt op bepaalde dingen waar je op kunt letten. En als je daar je aanmeldt na de cursus of voor de cursus aanmeldt en de cursus, dan kun je gewoon meelopen. En ook van de buurt WhatsApp-groepen wordt flink gebruik gemaakt. Bewoners onderling kunnen appen als ze iets verdacht zien, maar ook politie en andere buurtpreventieteams kunnen elkaar op deze manier bereiken. Ja, we hebben zelf twee soorten WhatsApp-groepen in deze wijk. Ze hebben een WhatsApp-groep voor mensen die zijn opgeleid en die echt rondjes lopen met een hesje aan. We hebben een WhatsApp-groep voor de wijk, voor alle wijkbewoners en alle ondernemers die hier werken. Ik vind dat heel makkelijk. Waarom? Omdat als er iets aan de hand is, dat het met de app vrij vlot gaat. En dat we dan vlugger in kunnen grijpen wat er ergens iets aan de hand is. En dat is voor ons een heel groot voordeel geworden. Ik denk als mensen iets zien waarvan ze denken dat dat niet in de haak is, dan sturen ze een berichtje rond. En als we alleen maar uit het raam kijken om te zien of dat we iets zien, of dat er iets vreemds aan de hand is, dan is die inbreker al lang weg. Al doe je alleen maar de voordeur open om te van wat is hier iets aan de hand, dan is die al weg. Ik denk dat dat heel goed is. Al bijna 1000 Eindhovenaren werken mee aan het veiliger maken van hun wijk. De politie hoopt dat dit aantal blijft groeien en dat elke wijk straks een buurtpreventieteam heeft.